Ik denk dat bij heel de ploeg zeker deugd heeft gedaan om nog eens op het veld te staan. Ja, we hebben toch een dikke vier maanden niks gedaan. Dus buiten trainen dan. Maar het is zeker deugd om nog eens op het veld te staan. Eindelijk nog eens met het publiek, hè? Ja, het was plezant. Nog wat volk langs de lijn. Dus alle 400 kaarten uitverkocht. Dus ja, het was zeker plezant. Je weet, het tempo is iets lager, het niveau is nog zoeken, het tempo is zoeken, het samenspel is zoeken. Dus dat zijn gewoon dingen die erbij horen. Ondanks dat, ja, punten spelen ook gewoon voortreffelijk. Daar moet ook niks over doen. En wij waren gewoon te slow misschien, te traag in balbezit om daar iets in begin te creëren. En naarmate de tijd hebben we het een beetje ervat, maar nog heel veel ruimte voor verbetering. Hoe kijk je nu naar het vervolg van de voorbereiding? Ook corona toch een klein beetje in het achterhoofd? Ik denk dat we de maatregelen allemaal goed opvolgen. Dat er op de club ook heel veel rekening mee gehouden wordt. Zolang dat er niks gebeurt, denk ik dat we blijven voluit trainen. Blijven alles geven voor de competitie klaar te zijn. Hoe denk je er persoonlijk over? Ben je er toch een beetje bang voor? Bang niet echt, maar je hebt toch altijd wel ergens in het achterhoofd van moest er een besmetting komen in de groep of zo. Schrik echt hebben we niet, volgens mij. Dus komt wel goed. Plan voor de organisatie ook hier vandaag. Ja, top. Hè. Ik bedoel, ik denk niet dat het in deze omstandigheden beter geregeld kan worden. We mogen spelen voor het publiek. Iedereen pakt zijn verantwoordelijkheid om dat ook op een zo goed mogelijke manier door te laten gaan. Spelers, staf, maar vooral hier de organisatie, zoals je zelf zegt, chapeau. En hopelijk mag dit nog lang duren, maar nog liever dat het allemaal openstelt en dat iedereen gezond blijft. Voor jou een nieuwe tenue dit jaar, je bent de enige. Christophe heeft dezelfde. We hebben ook allebei dezelfde handschoenen en schoenen, dus we hebben dat zelf gekozen. De Sven Hermans had gestuurd van welke tenue wilde. We hadden catalogus gekregen en we zijn daar met twee zo uitgekomen. Dus ik ben er ook content van. En ja, de schoenenkeuze heeft er ook wat mee te maken. Zo in dezelfde stijl. Dus we gaan opvallen dit jaar.